Mijn naam is Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Hoi, leuk dat je kijkt. Ja, ik probeer ook te kijken, maar ik was even afgeleid. Ik ga je vandaag vertellen over de beanbags die we hebben in het assortiment. Beanbags, dat zijn jongleerballen gemaakt uit panelen van stof en dan gevuld met meestal met zaden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ballen die gemaakt zijn van plastic. Erg geschikt voor jong leren, erg geschikt om mee te beginnen. Maar er zijn zoveel verschillende beanbags, ook op onze webshop. Ik me kan voorstellen dat je helemaal niet meer weet waar je moet beginnen, welke je moet kopen. Dus ik dacht, ik leg ze allemaal vandaag eventjes neer op de tafel. En ga ze één voor één af om uit te leggen wat de verschillen zijn. En hopelijk helpt dat jou bij het maken van een goede keuze voor jouw setje beanbags. We beginnen bij de basic beanbags. Dat zijn deze. Dit zijn onze instap beanbags, onze goedkoopste model, zijn een beetje hard, maar wel erg goede beanbags, goede prijs-kwaliteit verhouding en een stuk beter dan de balletjes die je vindt bij de meeste speelgoedwinkels of bij geschenkartikelen. Want deze gaan namelijk best wel een tijdje mee, zullen niet zomaar kapot gaan. Zoals ik al zei, zijn ze een beetje hard, zijn ook erg licht, maar 100 gram, maar daarom ook geschikt voor kinderen. Echt een prima beanbag om mee te beginnen als je je eerste setje jongleerballen zoekt. Maar mocht je een stapje verder willen gaan, heb ik bijvoorbeeld de beanbags van Mr. Wabash, dat zijn deze. En de standaard beanbags van Mr. Wabash, die komen echt in enorm veel verschillende kleuren. En die heb ik allemaal op voorraad. Dus kijk vooral even op de webshop. Maar ik heb een paar kleuren bij. Deze wegen 130 gram. En zijn dus een stukje groter en zwaarder. Maar dat voelt erg fijn als je jongleert met 3, 4 of 5 balletjes. Ze hebben een glad huidje. En dat voelt wel fijn. Maar soms denk je van ik wil net wat meer grip hebben. Soms is het fijner afvangen met meer grip. En daarom is ook een variant met een siliconen coating. Dat is deze. En die komen ook in deze felle neonkleuren. Die geven een beetje reageren in UV-licht. En voor kinderen die kleinere handen hebben, maar toch zo'n fijne beanbag willen, hebben we ook deze kleintjes. Die zijn 110 gram en dus ook van Mr. Wabash. Ze zijn allemaal best een beetje squishy, een beetje stretchy. En dat is bij allemaal hetzelfde, alleen dus de grip is anders of de maat is anders. Dit anders bij de ballen van Henry's. Dit zijn ballen van een ander merk. Ze hebben een iets toffere kleur vergeleken met de Wabash ballen. Maar deze Henry's ballen hebben ietsje minder stretch. Als je erin knijpt, zijn ze iets steviger. En dat voelt wel fijn. Bij het gooien is het fijn wanneer ze wat ronder zijn. Dat zijn deze ballen zeker. En ook de naad is net wat minder voelbaar. Dus als je dat fijn vindt en niet zo graag dat squishy wil, dan is Henry's heeft hele geschikte beanbags. Gaan we weer terug naar Mr. Wabash. Die hebben namelijk nog een aantal ballen. Deze zijn niet in heel veel kleuren beschikbaar. Voornamelijk dus in wit, zwart en deze paars. Dus voor wat serieuzere jongleurs vaak. Die oefenen in sporthallen heb je wit met zwarte punten is dan erg fijn. Dit zijn de Record beanbags, heette deze. Een Record omdat ze erg geschikt zijn om records mee te zetten. Waarom? Nou, deze ballen hebben 6 panelen in plaats van 4 zoals bij traditionele ballen. En met 6 panelen kunnen ze net wat rondere ballen maken. En ook, er komen op elke hoek maar 3 panelen samen. Waardoor je die punt iets minder goed kunt voelen dan wanneer er 4 panelen samenkomen. Dus een fijne bal, extra rond. Ook 130 gram. En deze ballen hebben een beetje een glad huidje. Hebben de Touch, die heeft een heel erg stroeve huid. Deze ballen zijn ook stevig. Als je erin knijpt, dan kun je ze bijna niet vervormen. Dus ze houden altijd een ronde vorm. Dat maakt ze erg schrik te gooien. Maar om af te vangen, als jij meer dan 3 ballen in de hand wil afvangen, dan wordt het best wel lastig. Dan moet je ze op elkaar gaan stapelen. Maar ze voelen door die grip wel erg fijn. En dan dachten ze bij Wabash, we hebben die Record, die heeft de perfecte vorm. De Touch met de perfecte grip, dat combineren we. We maken de Record Touch. En dat zijn deze ballen. Je hebt dus de grip van de Touch, maar de vorm van de Record, wegen ook 130 gram. En ja, dat zijn wel mijn favoriete ballen misschien wel van de hele set. Als jij 5, 6, 7 balletjes wil leren, of nou, trouwens met 3 kan dat ook, dan zijn dit hele geschikte ballen. Ik vind ze erg fijn, ook super goede kwaliteit, gaan erg lang mee. Maar die kleurtjes, mocht je zeggen ik wil toch heel graag een leuke gekleurde bal, hebben ook 6 panelen ballen. Dit zijn de Beanbag Profis. Die zijn ook weer ietsje lichter. Deze ballen wegen 110 gram. Dat is ook weer fijn als je met nog meer ballen wilt werken. En ze zijn ook ietsje zachter dan deze recordballen. Maar als je nog zachter wilt, dit zijn hele speciale ballen. Dit zijn de Ukkies. Die zijn heel erg ondergevuld. Dat betekent dat er veel minder vulling in zit en dat ze dus niet zo strak staan. Die zijn dus nooit mooi rond, maar daardoor vallen ze altijd dood. Ze zullen niet zo snel wegrollen. En als je ze veel laat vallen in het begin, hoef je niet achteraan te lopen. Ook geschikt is voor beginners. Maar juist gevorderde jongleurs die gebruiken ze ook veel. Omdat je ze zo makkelijk daardoor in je hand kan verzamelen. Als je 9 ballen jongleert, moet je soms met 5 ballen in één hand afvangen. En dan zijn dit hele geschikte ballen, omdat ze ook in je hand perfect doodvallen. Die hebben in 2 verschillende maten. Dit zijn de
Ukkie Minis en dit zijn de normale Ukkies. De Minis zijn 70 gram en de normale Ukkies zijn 90 gram. En allebei, omdat ze zo klein zijn, niet alleen geschikt dus voor nummerjongleurs die met 9 ballen jongleren, maar ook heel erg geschikt voor kinderen met kleine handen. Dus nog even in het kort. De Ukkies die zijn heel erg ondergevuld. De Profis die zijn 6 panelen, 110 gram en in felle kleuren. De Record, 6 panelen, een beetje stevig met een gladde huid. De Touch, dat zijn deze. Die hebben 4 panelen en een hele stroeve huid. De Record Touch, stroef en 6 panelen. De standaard beanbags van Mr. Babash met een gladde huid. De siliconen beanbags, die hebben een siliconen grip. De kleine variant. Henry's maakt vergelijkbare balletjes, die zijn 125 gram overigens. En dus als laatste de basic ballen. Ook heel geschikt als eerste setje of als geschenk. Dit waren de beanbags van de Circus Expert. Ik hoop dat je hiermee geholpen bent en ik wens je heel veel jongleerplezier.